Hallo, welkom bij M2 Makelaars, wederom een lijfbezichtiging. Ik sta hier aan de levendige en gezellige Paul Krugerstraat. Hier krijgen we een hoekwoning te koop met een serieuze uitbouw aan de achterzijde met volle mogelijkheden beneden slapen of thuiswerken. Nou, hier aan de achterzijde was vroeger Prinslas, daar komt nieuwbouw, dus het komt er ook netjes uit te zien, komen appartementen. Hierachter ligt natuurlijk de nieuwe wijk, het Scheldekwartier. Nou, deze kant ben je zo richting het centrum. En zo ga je de snelweg op. Dus op zich een perfecte locatie. Nou, u ziet, het huis heeft ook een mooie uitstraling. Ziet er gewoon goed en gezellig uit. Binnen kun je nog wel een aantal elementen zien dat de tijd even heeft stilgestaan. Een beetje een jaren 70 mix van tegeltjes. Maar je hebt hier een ruime hal als je binnenkomt. Spachtelpoetsen, dat ziet er gewoon netjes en wit uit. Nou, de deuren die kunnen natuurlijk op zich wel een leuke kleur schilderen. Mooie paneeldeur. Je hebt een goede doorzonwoonkamer. Hier ligt een mooie natuursteen in. Nou ja, of je hem zelf mooi vindt is natuurlijk de vraag. Maar er kan natuurlijk zo laminaten of iets anders overheen als je iets anders zou willen. Goede hardhouten kozijnen met dubbel glas. Wat dat betreft is het natuurlijk perfect. Nou, dit is een behoorlijke schouw met elektrisch. Die kun je vrij eenvoudig, ik kan me voorstellen dat je dat weg mag halen, kun je vrij eenvoudig slopen. Het is geen massief zwaar gemetselde dingen. En dan heb je natuurlijk eigenlijk een veel betere ruimte. Dit kan feitelijk alleen woongedeelte zijn, want je hebt hier een aparte ruimte waar de eethoek kan staan. Grenzend aan de keuken. Dus je hebt op zich, als je dat meerekent, zeker een ruime L-vormige woonkamer. Nou, dit is een leuk nisje waar een tafel kan staan. Je kunt het ook weghalen en hier gewoon een gewone tafel zetten. En dan heb je ook direct verbinding met de keuken. De keuken ziet er gewoon echt netjes en verzorgd uit. Gewoon hoogglans wit met een natuurstenen blad. Kastjes erin, Amerikaanse koelkast en een oven op hoogte. Dus heel compleet. De vaat was nog bijna vergeten, hoort er ook bij. Nou, wat ik natuurlijk al benoemd had voor bij het huis, dat dit, hier is het toilet overigens, mogelijkheden biedt om beneden te slapen of te werken. Dit is een in spouw uitgevoerde en ook verwarmde ruimte waar nu een soort bijkeukenachtige ruimte is. Hierachter is nog zo'nzelfde ruimte, dat gaan we straks buiten zien. Als je dat erbij betrekt, kun je natuurlijk een heerlijke thuiswerkplek maken. Of zelfs beneden slapen. Kan natuurlijk ook. Allebei mogelijk. Nou, omdat we toch beneden zijn, gaan we nu even naar buiten. Ziet er heel, ik zou bijna zeggen Spaans uit. Met de palmpjes die het gewoon goed doen. Lekkere witte muren. Gewoon fris. Nou, dit is de ruimte die ik hierachter net benoemde. Kijk, ook hier in spouw en verwarming. Dus als je een doorbraak maakt, heb je deze ruimte er ook nog bij. Hier kun je prima een badkamertje maken met slaapkamer beneden of een grote werkruimte. Kan natuurlijk ook om te klussen of andere hobby een prima ruimte zijn. Zal ik nog iets over de achterzijde vertellen. Nou, hier komt dus nieuwbouw. Dit wordt afgesloten, dus je hebt gewoon echt een heerlijke tuin. En er komt hier een vrije achterom. Hier loopt al een pad, maar hier komt gewoon een vrije achterom. Dus je kunt ook met je fietsen dan weg. Dat is hartstikke fijn. En als je nu de tuin zo ziet, zie je dat je toch wel veel privacy ervaart en ook best veel ruimte hebt. Nou, achter zie je hier ook, we gaan natuurlijk zo meteen naar boven, met die grote dakkapel, dat daar ook volop ruimte is. Nou, dit is een mooie ijselsteentje zoals je ziet. Gaan we naar de verdieping, een lekker brede trap. En hier waren voorheen drie slaapkamers. Nou, één slaapkamer is opgeofferd naar een badkamer. Het is wel een beetje jaren 70 stijl, dat beige-achtige, maar de ruimte zoals je ziet is perfect. Tweede toilet hier, gewoon een bad waar je kan douchen en een badmeubel. Als je dit een keer update vernieuwt, heb je natuurlijk een prima ruimte. Je hebt hier zelfs mogelijkheden om het dakterras op. Nou, je ziet hier de nieuwe wijk, het Scheldekwartier. Het ziet er echt
mooi uit. Dus hier grenst het ook gewoon aan. Ja, hartstikke goed dus. Oeps. Nou, dan zijn er hier dus wel twee ruime slaapkamers overgebleven. Je ziet hier dus een perfecte slaapkamer van formaat. Met vaste kasten, hele kastenwand. Dus veel bergruimte. Uiteraard hier ook dubbelglas. Een heerlijke ruime kamer. Dan hebben we de tweede slaapkamer, is aan de voorzijde. Is ook gewoon ruim zoals je ziet. Ook die vaste kasten weer. Super praktisch. Nou, ook dezelfde goede hardhouten kozijnen. En dan hebben we hier, wat de eerste badkamer was, is nu een ruimte gemaakt. Die kun je prima gebruiken voor je wasmachine. Wasmachine droger. Of als je als tweede badkamer nodig zou hebben, dan heeft die ook een update nodig. En dan gaan we nu naar de tweede verdieping. Nou, door die grote dakkapel heb je hier behoorlijk wat ruimte. Hier is een overloop. Dit is allemaal kunststof, dus het is geen schilderwerk. Draaikiepraam, je kunt zo prima ventileren. Je kunt zo opendraaien. Zie je de oude singel en nog een keer het nieuwe Scheldekwartier met de Scheldekraan. Kluis. Nou, ik weet de code niet, dus maar goed. Hij zit er wel. Ketel is al wat ouder. Nou, moet misschien een keer vervangen worden, maar hij doet het nog wel. En hier de derde slaapkamer op de zolder. Je ziet gewoon een heerlijke zolderkamer met veel licht door die kunststof dakkapel zit. En het uiteraard ook verwarming, dus een volwaardige slaapkamer. Dus dit was het Paul Krunstraat 290. Zoals je ziet, echt een leuk huis met mogelijkheden, zeker beneden. Veel ruimte. Ja, moet wat updaten hier en daar, maar dan heb je ook echt een leuk huis op een leuke plek. Heb je interesse? Nou, we zien je graag hier en dan laat ik het in het echt zien. Dank voor uw aandacht.